Waarom voert de LBC vandaag actie? Omdat wij vinden dat het hoog en dringend tijd is dat er een eengemaakt werknemersstatuut komt. Een statuut dat een gelijkschakeling bewerkstelligt tussen arbeiders en bedienden. Er zijn een aantal discriminaties tussen arbeiders en bedienden. Wat ons betreft moeten die worden weggewerkt. En die wegwerking moet gebeuren door de creatie van één werknemersstatuut dat uiteraard beter is dan datgene wat de arbeiders hebben. En dat we zoeken naar een oplossing om die eenmaking in een harmonisering naar boven te realiseren. Wat zijn de belangrijke punten daarin? Belangrijk is denk ik dat het één geheel is. Het gaat niet enkel en alleen over de Karensdag of over de opzichttermijn. Het gaat over en het afschaffen van de Karensdag en hem niet veralgemenen zoals de werkgevers nu willen. Het gaat over goede, redelijke en beschermende opzichtstermijnen. Een goede opzichttermijn of een garantie tegen ontslag is de beste bescherming wat werkzekerheid betreft. Het gaat over een eengemaakte regeling wat een gewaarborgd maandloon betreft. Het gaat over gelijkschakeling wat de regels betreft in zaken vakantiegeld en vakantieuitbetaling. Daar zijn de verschillen tussen arbeiders en bedienden die kunnen, mogen en moeten worden weggewerkt. En we hebben er allemaal voorstellen rond gedaan die haalbaar zijn, die realistisch zijn. En we stellen vast dat de werkgevers eigenlijk enkel alleen afkomen met voorstellen tot besparingen. En dat de regering zegt, kijk, wij zullen met een plan komen. Maar datgene wat we aan geruchten daaromtrent horen, stelt ons niet gerust, integendeel.